Ik probeer Siri te ontmoeten in het echte leven. Op mijn geheime YouTube-kanaal. En nog veel meer enge video's. De link staat vandaag bovenaan in de beschrijving. Abonneer voor extra geluk! Nee eens. Nee, serieus. Check de bovenste link in de beschrijving. Mijn geheime YouTube-kanaal. Mega epic video's komen erop. Maar ze zijn wel spooky, dus niet voor bang rikken. Serieus niet. En oh ja, like deze video als je een euro wilt vinden. En negeer voor een spin onder je kussen. Oh. Nou, enge sms'jes. Kijk bij Grisco. Let's go. Nina, 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 Nina. Zegt dit meisje. Oma Elsa. Wat is er? Zegt Nina. Ik heb bizar enge verhalen voor je. Oh nee, zegt Nina. Laat me je ze vertellen en als je bang wordt, stop ik, zegt Elsa. Oké, vooruit dan. Er was een meisje, genaamd Laura. Laura was anders dan de meeste meisjes. Want die hielden vooral van make-up en shoppen. Laura hield van iets anders. Spinnen. Spinnen, zegt Nina. Spinnen? Ja, ze hield zoveel van spinnen dat ze woedend werd als iemand er een verpletterde. Dat heb ik ook met taco's. Ja, maar dat is anders, Bob. Heel haar kamer hing vol met spinnenwebben. Maar het vreemde is, er waren nooit spinnen. Huh? Waar kwamen die webben dan vandaan? Vraagt Nina. Dat vroegen Laura haar vriendinnen zich ook af. En daar kwamen ze achter toen ze haar in de badkamer aantroffen. Wat dan? Vraagt Nina. Nou... Oh my gosh, ik schrok me een hoedje, een pet, whatever. Ze is half spin. Laura is zelf half spin. Next story, zegt Elsa. Een dame genaamd Anna was mega fan van horror. Zolang het eng was, kon ze het waarderen. Dus toen ze op het internet een artikel las over een bespookte pop, moest ze die vinden. Een bespookte pop, vraagt Nina bezorgd. Annabel. De pop zou bespookt zijn en werd aangeboden op het internet. Anna kocht de pop en sindsdien is ze anders. Anders, vraagt Nina. Laat ik het zo zeggen, ze heeft zich wat aangepast op Annabel. Oh, ze is zelf een pop. Oh my gosh, dat is terrifying. Oh, ze is nu zelf half pop. Mega creepy, zegt Nina. Next story, zegt Elsa. Sommige mensen geloven dat Siri niet in de iPhone zit. Wat? Maar dat is toch gewoon zo, zegt Nina. Sommige mensen geloven dat Siri is gebaseerd op een bestaand iemand. Een mens, vraagt Nina. Nou, half, zegt Elsa. Half? Er gaan verhalen over een meisje genaamd Sirin. Sirin zou een experiment zijn. Een half mens, half robot. Wauw. Er is maar weinig over Sirin bekend. Op één foto na. Eén foto, vraagt Nina. Ja, zegt Elsa. Oh! Oh, snap. Is dat de menselijke Siri? Oh, dus dat is Sirin? Zij is eigenlijk de menselijke Siri, zegt Nina. Ja, alleen er is nog iemand anders. Iemand anders, vraagt Nina. Iemand anders die claimt de menselijke Siri te zijn, zegt Elsa. Sirifa. Sirifa, vraagt Nina. Dit meisje heeft maar één keer van haar laten horen. Waar dan, vraagt Nina. Op internet via een foto. Oh, oh my god. Gosh, is dat Siri mens, persoon, wat? Omg maar. Maar is Sirina of Sirifa de menselijke Siri, vraagt Nina. Dat is aan jou, zegt Elsa. Next story. Oh my gosh. Jan was boswachter en kwam daarom regelmatig in het, ja, in het bos. Alleen op een donkere vrijdagavond gebeurde er iets vreemds. Er stond een gigantische wind, veel harder dan normaal. Daarnaast leek het alsof de bomen geluid maakten. Het was al erg laat, dus Jan besloot naar huis te gaan. Alleen aangekomen in zijn auto met de koplampen aan, zag hij iets vreemds. Wat dan? Vraagt Nina. Dit. Oh, wat is dat? Die boom, het lijkt alsof hij zichzelf vasthoudt aan twee andere bomen en een gezicht heeft. Oh, dat lijkt wel een boomwezen. Is dat wat hij hoorde? Next story, zegt Elsa. Veel mensen houden van kerst. En zo dus ook Isa. Isa was mega fan van kerst en haalde alles uit de kast wanneer het weer zover was. Zo ook Elf on the Shelf. Elf on the wat? Vraagt Nina. Elf on the Shelf is een creepypasta. Maar Isa wist dit niet. Oh, snap. Dus ze kocht deze elf via het internet van een wat vreemde verkoper, maar had niet door wat ze eigenlijk kocht. Verhalen gaan dat Elf on the Shelf heel ondeugend is. Hoezo? Vraagt Nina. Isa merkte het al snel. Iedere ochtend waren er happen uit haar brood genomen en lag er overal pindakaas. Er zitten pinda's in pindakaas! Dat klopt, Bob. Je zou chef moeten worden. Oh, echt? Dat wil ik! Sarcastisch. Hier zocht ze niets achter en ze beschuldigde gelijk haar kleine broertje ervan. Alleen die ontkende. Dus wat deed Isa? Ze besloot een geheime camera te installeren. En toen vraagt Nina. Toen kwam Isa erachter waarom ze het elfje niet had moeten kopen. Oh! Oh my god.
gosh, de elf on the shelf was degene die het brood en de pindakaas at? Omg, het was elf on the shelf die haar brood op had. Next one, zegt Elsa. Dit is creepy. Danique had een klein zusje genaamd Leila. Danique zat op haar kamer huiswerk te maken. Schrijven de schijf. Toen Leila ineens binnenkwam rennen. Danique, heb jij Lady gezien? Lady? Dacht Danique. Wie is Lady? Vroeg ze aan haar zusje. Lady is mijn vriendin waar ik verstoppertje mee speel, antwoordt haar zusje. Danique dacht dat haar kleine zusje weer aan het fantaseren was. Dus ze deed even mee. Je weet wel, alsof. Leila, waar zit ze verstopt dan? Vroeg Danique aan haar zusje. Weet ik niet. Zoek jij beneden, dan zoek ik boven, zei Leila. Schattig. Alleen toen Danique beneden aankwam, schrok ze zich kapot. Wat? Hoezo? Vraagt Nina. Misschien dat haar kleine zusje het toch niet had bedacht. Oh! Oh my gosh, een spookmeisje. Dus haar zusje speelde verstoppertje met... Oh my gosh. Omg, een spookmeisje, zo eng, zegt Nina. Nog één, vraagt Elsa. Oké, zegt Nina. Ze is bang. Iris was een meisje die hield van insecten. Haar vriendinnen vonden dat maar gek. Vooral toen ze Iris er ooit een zagen... eten. Eeuw, waarom? Vraagt Nina. Dat vroegen de vriendinnen zich ook af. Dus ze besloten iets meer op Iris te letten. Al snel viel op dat Iris altijd wegliep tijdens de lunch. Want? Dus een van de vriendinnen besloot haar te volgen. De vriendin zag Iris in een donkere kamer zitten met een doos insecten voor haar neus die ze aan het eten was. Toen de vriendin vroeg waarom Iris dat deed, draaide Iris zich om. En op dat moment snapte de vriendin waarom Iris anders deed. Oh! Oh my gosh, ze is half reptiel. Omg, Iris is stiekem een reptiel. Volgende, zegt Elsa. Lorraine zat in de auto richting huis. Vreemd genoeg was het enorm rustig op de weg. Geen enkele auto. Lorraine snapte er weinig van. Alleen ze hoorde veel wilde dieren voor zich. Ze reed die kant op, want daar moest ze immers heen. En het geluid werd steeds harder. Ze zag in de verte een mega groep met herten rennen. Voor hun leven. Wat? Waarvoor? Vraagt Nina. Elsa typt. Dat wist Lorraine nog niet. Maar ze stopte de auto en pakte snel haar telefoon erbij. En precies op dat moment... Wat? Vraagt Nina. Dit, zegt Elsa. Oh! Oh my gosh, wat is dat voor wezen? Is dat waar de beesten voor wegrenden? Is dat, man? Omg, is dat waarvoor alle beesten wegrenden? Wat is dat voor eng iets? Geen idee. Next one. Oh nee, zegt Nina. Nog meer verhalen. Er stond een klein hutje in het bos. Nikita reed er regelmatig langs heen. Alleen, er viel haar iets op. Wat dan? Vraagt Nina. Het hutje leek iedere keer op een net iets andere plek te staan. Ze begon het bij te houden door middel van foto's. En inderdaad, het huisje verschoof. Wat? Dat kan toch niet? Antwoordt Nina. Dat is precies wat Nikita ook dacht. En aangezien ze er alleen over dag langs ging, besloot ze een nachtcamera te plaatsen. Op deze manier hoopte ze dit mysterie op te lossen. En? Opgelost? Vraagt Nina. Nadat ze de beelden checkte, was het mysterie alleen nog maar groter. Wat dan? Oh! Wat? Het huis loopt! Armen en benen! Wat? Is dat op de nachtcamera? Omg, het huis heeft armen en benen. Het loopt. Next one, zegt Elsa weer. Alweer? Er was een meisje genaamd Amanda. Oké. Amanda was vriendelijk en hield van voetbal. Alleen, er viel iets op aan haar. Wat dan? Vraagt Nina. Amanda fluisterde soms als ze alleen was. En dit is nog niet zo gek. Maar haar vriendinnen zagen dat er op dat moment nooit iemand anders in de kamer was. Maar tegen wie praten ze dan? Vraagt Nina. Haar vriendinnen maakten een foto van haar en schrokken toen ze daarachter kwamen. Hoezo? Oh my gosh, ze heeft letterlijk een soort van twee gezichten. Dus ze fluisterde met haarzelf. Omg, ze heeft twee gezichten. Ze praten tegen zichzelf. Next one, zegt Elsa. Hoeveel verhaaltjes nog? Eng. Jord hoorde vaak een vreemd geluid wanneer hij in bed lag. Hij kon zijn vinger er niet helemaal op leggen wat het was. Maar wat? Vraagt Nina. Het klonk als geklop. Geklop? Van waar? Vraagt Nina. Onder zijn bed vandaan. Nina zegt. Omg, je gaat met wat beters moeten komen dan zo'n verzonnen monster onder het bed onzin verhaaltje. Ik zou wel willen, zegt Elsa. Maar dit is de foto die Jord maakte. Oh! Oh snap, wie zit er onder zijn bed, bro? Omg, van wie zijn die armen? Vraagt Nina. Niet van mij. Geen idee. Next one, zegt Elsa. Een meisje genaamd Bente was altijd eerlijk, transparant. Doorzichtig. Wat bedoel je? Vraagt Nina. Nou, ze werkte als dokter en maakte vaak gebruik van X-ray. Daarmee kan je checken hoe het ervoor staat met iemand zijn botten. Overdag zag Bente er heel normaal uit. Zoals vele andere dames. Alleen s'nachts. S'nachts wat? Vraagt Nina. S'nachts konden mensen ook door haar heen kijken.
Oh my gosh, de helft van haar is doorzichtig. Och, dat is zo creepy, zegt Nina. Oké, ik ben bang. Ik was al bang. Wauw, dat duurde maar bijna 10 verhaaltjes, zegt Elsa. De volgende keer is het mijn beurt, zegt Nina. Deal, antwoordt Elsa. Wow, dat was creepy. Weet je wat ook creepy is, Job? Nou, Bob. Jouw geheime YouTube-kanaal waarvan de link bovenaan in de beschrijving staat. Eindelijk zeg je wat nuttigs. Een tafel heeft benen. Laat maar. Abonneer op mijn geheime kanaal. Link bovenaan in de beschrijving. Video's over serie incoming. Like voor extra geluk. En adios.